Goeiedag, ik ben deze keer weer niet naar de sneak preview geweest, dus ik ga weer iets anders doen. Ik ga een lijst maken van de top 5 juweeltjes op Netflix. Met deze lijst ga ik 5 dingen noemen die op Netflix staan, maar niet heel bekend zijn. Nummer 5. Gotham. I love this city. And I see it going to hell. Sometimes I think this place is cursed. But I won't let it fall apart without a fight. Citizens of Gotham, we will not. We cannot let these killers and these robbers and these rapists and these thugs win. Not on my watch. It's my new partner, Jim Gordon. You have a little danger in your eye. I wonder what you plan to do with that. What's your name? My name's Bruce Wayne. I'm learning to conquer fear. Fear doesn't need conquering. Fear tells you where the edge is. Somebody has to take over. It might as well be me. Gotham is on a knife edge. This is not a city for nice guys. Stop or I'll shoot! Gotham is een serie, het is voor de diehard Batman fans. Karakters zijn ijzersterk, zeker de bad guys die later groot worden. De Riddler, de Penguin, de Joker, die komen er allemaal een beetje in voor. Het is voor de tijd dat Batman Batman is. Bruce Wayne doet wel mee, maar is een jongetje van 12. En er wordt eigenlijk wat meer diepgang gegeven over wat is Gotham nou eigenlijk? Wat is het nou voor stad? Hoe komt het dat het zo slecht is? Je volgt Detective Gordon en je ziet hoe de stad eraan toe is. Niet zo goed. En het acteren is fantastisch gedaan. Zeker de belangrijke slechterikken, die zijn echt heel goed gespeeld. Applausje waard. Applausje. Stop. Het is gewoon echt de moeite waard om mee te kijken. Nummer 4. Winter on Fire. Ukraine's Fight for Freedom. European Union leaders and Ukraine have failed to sign an historic free trade deal after a last-minute U-turn from Kiev. Сказали, вроде бы как бы работали в этом направлении. Мы тут еще до вас еще Украина, это действительно Европа. Когда уже начали собираться студенты, стало понятно, что это уже, что здесь что-то будет происходить. Никакой агрессии, только мирная акция. Dit is een documentaire en Netflix verdient het wel als het gaat om documentaires. Netflix heeft mij ook geleerd documentaires te kijken. Ze zijn sterk, ze zijn goed, ze zijn mooi. Ik wist niet dat het zo heftig was. Ik wist wel dat het was, maar ik wist niet dat het zo hard was. Je moet er wel een stevige maag voor hebben. Het laat zien wat het is. Het is gewoon keihard. Het is oneerlijk hoe het gedaan wordt. De mensen willen een vreedzame protest doen. En dat wordt niet toegelaten. Het is afschuwelijk. En je gunt ze dus wel echt de winst. Nummer 3. End of the Watch. How'd you know you're gonna marry Gabby? She told me. And one day she grabbed me by the shoulders and says, we're getting married and you're joining the department. My grandma, she said, can you live without her? She's never been with anybody else. I've never wanted to be with anybody else. Officer Zavala, where are you from? I'm from Islos, baby. City Terrace. Orozco, have you been working out? Yeah, with your mom. Why are you shooting everything? It's for his class. I'm taking filmmaking. Go get my good side, eh? You don't have a good side. You feel like a hero? Hell yeah. ¿Hablas inglés o español? Good! I got him.
try to run, hit him, man. Hit him, hit him. Vete para conocer, ganar como fuerza, me levanto listo para volar. Everybody here is family. You got aunts and uncles just like everything else. And then you have Brian. Arriba, abajo, adentro, adentro. Policía! Get on this right here like grown men. Move, move, move! Are you gonna hook up with a Mexican girl? If they're anything like you, I wouldn't be able to stand like an hour with them. They'd be like, here's a story about this and a story about that. But dude, all you gotta do is a End of the Watch is een film met Jake Gyllenhaal en Michael Pena, als ik dat goed uitspreek. Het gaat over twee politieagenten, twee partners. En die gaan de strijd aan met de bendes op de straten. De band tussen de twee een hoofdpolitieagent is heel sterk neergezet. Is heel mooi gedaan. En het is heel heftig. Het is heel hard. En het is boeiend. Zeker waard. Nummer 2. Wim Helsen. Spijtig, spijtig, spijtig. Dan ziet hij mij nu als iemand die zonder reden zijn geslacht bovenhaalt en op andere mensen begint te druppelen. Sorry, zwaar overdreven dit. Geef het toe. Zo. De mannen geen slecht gevoel geven. En het zou wel plezant zijn. En dat je dit er zo kon afpakken af en toe. Even proper maken. En voilà. En terugzitten. Olaf, daar moet jij staan. Of dat... Oh nee, stel je voor dat juist nadat je dit hebt proper gemaakt, vraagt er iemand iets. En vergeet je terug te zetten. Hij gaat zo dan terug het café binnen naar uw vrienden. U weet wat dat ik vind eigenlijk. Ik, oh nee, oh, alles wat je dan zegt klinkt lullig. Of dat ze die afpakken. Stel u voor. Dat ze die gewoon afpakken en dat je op afstand een erectie krijgt. Hier een opwindend beeld en daar. Nee, dat kan allemaal niet. Kom aan. Nee, bloedtoevoer. Er is geen bloedtoevoer, dus er kan geen erectie ontstaan. Jawel, die gast, die dief, die zou... Stel dat je met een mes in zijn eigen arm zo een snee maakt en daar dan de penis in zit en dan lekker staat te wachten. Mensen zijn toch ziek, hè? Dit is Wim Helsen. Zo is hij. Zo doet hij. Ik vind hem heel grappig. Ik vind hem ook de meest onderwaardeerde cabaretiers van dit moment. Misschien omdat hij Belgisch is. Onze bekendste die we nu hebben is Philip Geubels. Maar ik vind Wim Helsen toch wel beter. Hij dwaalt af. Hij trekt je in mee. Hij vertelt fantastisch. Het voelt soms wat ongemakkelijk aan. Dat weet hij. En dat pakt hij ook aan. En het is iets anders dan alle andere cabaretiers. Het is echt duidelijk een andere soort show. En dat vind ik wel leuk. Nummer 1. Trollhunter. Trolljegeren. Denk ik. Nå skal vi da opp til en gård her oppe, hvor det har vært noe på lokalnyhetene om hendelser. Folk vil jo alltid prøve å finne naturlige forklaringer på sånne ting. Men hvis man oppsøker åsted og leter etter spor, det ikke vanskelig å finne ut om det troll som har vært på ferde. Troll! Løp for faen! Trollhunter is een Noorse film. Blair Witch Project op en al over. Het is een found footage film. Dit is een van de beste naast de Blair Witch Project. Hij moet niet serieus genomen worden. Als je er naar kijkt, het is geen serieuze business. Dat weten ze ook en dat gebruiken ze ook. Het is heel simpel. Drie studenten gaan op zoek naar een berenjager. Komen Hans tegen, een stroper. En die beweert dat hij geen berenjager is, maar een trollenjager. Eerst geloven de studenten niet, totdat ze uiteindelijk oog in oog komen te staan met een trol. De special effects zijn geweldig, heel goed gedaan. Er is ook heel diep nagedacht over wat zijn trollen, waarom doen ze wat ze doen, hoe werken ze. En dat maakt het extra en dat maakt het gaaf. Dit is een van de meest verborgen diamantjes op Netflix.
Weinig mensen willen er ook naar kijken, want het is Noors. Ga hem kijken. Doe het, alsjeblieft. Want het is zo goed. Het is zo sterk. Nou, dat was mijn top 5 van de verborgen juweeltjes op Netflix. Wat vind jij ervan? Ga de dingen kijken die ik genoemd heb, alsjeblieft. Laat mij weten wat je ervan vindt. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet je ene te schrijven en te liken, want daar kan ik wat mee. Ook delen is heel fijn, want dan kunnen meer mensen zien. Tot volgende week. Doeg!